Kennen jullie het gevoel als je fucking lang naar iets uitkijkt en fucking lang wacht op iets en als het dan eindelijk zover is, ja dan is het fucking kut, ben je fucking teleurgesteld en ben je fucking boos. Deze video gaat over één iets heel specifiek. Sommigen van jullie weten het misschien al, sommigen nog niet. Maar als het een serieuze video is, dan ja, dat kan je niet gewoon normaal doen. Dan moet je de serieuze bril aandoen. En voor de serieuze bril, ja, zijn er ook klepjes. Vandaag is een heel speciale dag. De pickfest van de dag is dit. Holy shit, deze dude heeft zijn gezicht gewoon volgetekend met pickfesten. Fucking nice. Die pickfesten hebben waarschijnlijk een hele goede tijd op jou gezegd. Vandaag gaan we praten over, ja, de Nickelodeon Kids Choice Awards. Ik ben echt pittig boos. Maar oké, we gaan er gewoon over praten, dames en heren. En doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go. Dames en heren, welkom appels en peren bij deze nieuwe video. Deze video gaat echt fucking awesome worden, want ik ben nog nooit zo fucking eerlijk boos geweest. Nickelodeon Kids Choice Awards. We kennen het allemaal. Het is iets dat ik zelf keek toen ik klein was en ik vond het fucking awesome. Enkele maanden terug kreeg ik een mailtje van Nickelodeon dat ik uitgenodigd was om genomineerd te zijn voor de Kids Choice Awards. Ik dacht echt, wow, dit is een droom die gewoon uitkomt. Dat was ook zo, dat was gewoon een droom die echt uitkomt. Stel je voor dat je ineens aan je eigen kinderdroom mag spelen. Ik was niet alleen uitgenodigd, Ryan van Onagis was ook genomineerd. Dus wij spraken echt een maand of zo tegen elkaar, zouden we dat doen, ja of nee? De reden waarom we het niet gingen doen was omdat het beste YouTuber-vlogger van België en Nederland was. Nickelodeon is een Nederlands programma, we dachten dat het niet zo eerlijk ging verlopen. We hadden gevraagd aan die meneer, gaat er rekening gehouden worden met subscribers, gaat er rekening gehouden worden met alles, gaat het eerlijk verlopen. Die meneer zei, ja, alles gaat eerlijk zijn. Jullie hebben evenveel kans om te winnen als de anderen. Als jullie niet willen meedoen, is het niet erg. Maar als jullie wel meedoen, dan willen we het graag zo snel mogelijk horen. Ryan en ik werden dus, ja, gewoon, we dachten van, what the fuck? Ik weet niet wat dat was, maar het was fucking eng. Ryan en ik hebben dus gewoon gezegd, ja, het is goed, we doen wel mee. We kregen allemaal leuk nieuws van, ja, jullie gaan dit doen, jullie mogen naar Amsterdam, als je wint mag je naar Los Angeles, bla bla bla. Zo lang wisten wij nog altijd niet tegen wie we waren. Het enige wat ik wist was dat ik tegen Ryan was en waarschijnlijk nog tegen allemaal andere mensen die ook 100.000 subs hadden. Dat was helemaal verkeerd gedacht. Weet je tegen wie we... wil je weten tegen wie we moeten spelen? Nee, het is niet grappig. Ik doe gewoon een andere bril aan om dit te zeggen. Enzo Knol, Dylan Hagens, Fertje en Beautiness, wat wel nog redelijk opgaat. Maar Enzo Knol! Dat is gewoon een grote grap. Nee, dat kan je gewoon niet maken, Nickelodeon. Nickelodeon, dat kan je echt niet doen. Ik als fucking vaste kijker van dit kan je echt niet maken. Dat is hetzelfde als een fucking wedstrijd tussen Frans Bauer en One Direction. Ik ben zo iemand die fucking competitief is, dat mogen jullie weten. En ik dacht, ik ga gewoon mijn best doen om te winnen. Ik moet mijn best niet doen. Hoe hard ik ook ga proberen dat... Nickelodeon, waarom? Waarom doe je dit? Wat zijn die rode dingen op mijn hoofd, tot de hel? Nickelodeon, waarom? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waar is het verkeerd gegaan tussen ons? Die meneer die zei dat ik genomineerd was, wist waarschijnlijk al van het begin dat ik tegen Enzo Knol ging moeten. Schiet me dood alsjeblieft, ik... Dat is gewoon niet eerlijk! Ik moet niet eens proberen! Ik kan zeggen tegen jullie, er staat een linkje in de beschrijving, stem op mij. Maar hebben jullie de foto al gezien? De foto waarmee ik op die pagina sta? Check dit! What the fuck? Heel die fucking campagne is één grap. Ik sta erop als een kakje. Ik snap het niet, ik weet niet hoe ik... Maar ik ben wel verplicht om naar Amsterdam te gaan voor de show. Om daar te horen dat Enzo Knol gewonnen is. Kijk, ik voorspel de toekomst even voor jullie. Enzo Knol gaat winnen en ik niet. Dat gaat er gebeuren. Iemand van 1 miljoen subs tegen twee Belgen die net de 100.000 hebben. Petje af daarvoor, petje af. Dit gat in mijn pet is door mij. Ik weet niet waarom, maar ik vond het wel cool als ik daar iets in knipte of zo. What the fuck. Hey, we got these Nikes, fucking awesome. Zelf met de kracht van alle pickvissen tezamen zou het onmogelijk zijn om deze wedstrijd te winnen. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het zelf ga proberen. Maar als je me plezier wil doen, stem dan gewoon op mij. En als je niet op mij wil stemmen, stem dan niet op mij. Het is gewoon jammer. Ik wou er een leuke wedstrijd van maken, echt gewoon mijn best doen. Maar hoe hard ik ook mijn best doe, ik bedoel... Knol is. En fucking Enzo Knol! Respect naar Enzo hoor, hij is een fucking legend. Nee,
Dat is onmogelijk. Ze dachten waarschijnlijk, laten we de twee grootste Belgen nemen. En laten we gewoon Enzo Knol nemen. En nog een paar andere hele grote Nederlandse YouTubers. En laten we die samen gooien in een wedstrijd. Het is allemaal eerlijk. Dat is niet eerlijk. Dat is alles behalve eerlijk. Als mensen die mij niet kennen op die pagina kijken, zien ze daar ook gewoon een, ik weet niet hoe fucked up, een foto van mij. En dan denken ze, hey, wie is die debiel? En jammer maar, helaas ben ik die debiel op die foto. En ja... Dat ben ik. Het is niet Henk, niet Ron, niet Dirk-Jan, Kuitman. Nee, het is Acid op die foto. Life is kut! Sucks to be you, my friend. Deze wedstrijd is net als water naar de zee dragen. Het is dweilen met de kraan open. Dit is een wedstrijd waar ik niet eens aan moet beginnen. Veel succes aan de andere deelnemers van deze Nickelodeon-wedstrijd. Ik ben Acid. Het is alsof er een loopwedstrijd is en ik moet eraan meedoen met een gebroken been. Probeer dan maar eens te winnen tegen zo'n marathonloper als Enzo Knol. Snap je? Mijn vergelijking waarschijnlijk niet, maar het komt wel daarop neer. Ik zie er echt volwassen uit met die snor. Daarom laat ik hem staan. Omdat ik er volwassen uitzie. Wauw. Ik hoop dat jullie mijn struggle snappen. Dat jullie niet denken, hey, zit je bij de vuile opgever. Maar ik ga niet opgeven. Ik kan moeilijk zeggen, haal me van die site af. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon zeggen, oké, guys. Ik kom wel naar Amsterdam. But, ik ben al lang verloren. Dus, fuck. Yes. Dus, dames en heren. Dit was even een korte, kwaaie beklagvideo. Godverdomme. Het is niet normaal, nee. Godverdomme, man. Nickelodeon, why you do this? Ik ga mijn kinderen nooit naar Nickelodeon laten kijken. Dus, dames en heren, vonden jullie een nieuwe leuke video? Ik hoop van wel. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, like en ja, stem op mij als je wil dat ik... Ja, ik hou van jullie. Jullie zijn mijn leven. Adios, tot morgen, bitches. Ik ben papa geworden. Natuurlijk totale bullshit. Ik ben geen...